Bezorgde bewoners in Uithoren merkten gaten op in de kademuur aan de Amstel en waren bang voor een lek. Dat bleek mee te vallen. We staan hier bovenop een dijk en de kademuur is eigenlijk gewoon een beschoeiing. Waardoor de kade niet het water inspoelt, maar hij fungeert niet als waterkering. Dus de gaten die mensen hebben gezien, dat zijn gaten die we in de damwand hebben gemaakt om ankers aan te brengen. En die hebben we weer netjes dichtgemaakt. Geen lek dus, maar werkzaamheden. De kade aan de Amstel tussen het Schansgebied en de Tamerkerk wordt compleet vernieuwd en moet het belangrijkste en gezelligste gebied in het centrum van Uithoren worden. Autovrije straten en nieuwe stijgers moeten eraan bijdragen dat Uithoren een belangrijk vaarknooppunt wordt in het Groene Hart. Ook de riolering wordt direct onder handen genomen. Alle huisaansluitingen hebben we vervangen en de schoonwateraansluitingen van de woning hebben we op het schoonwaterriool aangesloten. En we hebben, ja, ik denk, een prachtig straatwerk zijn we aan het maken. Een heel mooi ontwerp wat er ligt. Met allerlei natuursteen en gebakken materialen, waardoor je een authentiek beeld krijgt eigenlijk hier in het centrum. Het doel was om vandaag op 1 april klaar te zijn met de werkzaamheden, maar dat is niet gelukt. We hebben wat tegenslagen gehad, vooral met de ankers. De posities van de ankers moesten nog nader bepaald worden. Daar is van tevoren naar gekeken, maar in werkelijkheid zaten de ankers toch wat op andere locaties, waardoor we daar nog extra engineering op hebben toe moeten passen. En nu is het doel om vanaf de Dorpstraat tot aan de Stationstraat alles gereed te hebben voor Koningsdag. Omdat hier dan wat evenementen of braderieën of dergelijke gehouden worden. 100% zeker weet je het nooit, want er kunnen altijd dingen gebeuren, tegenslagen of wat dan ook. Maar we doen er alles aan.